bij Topnames. Deze keer zonder Roeland Stekelenburg, zonder Stekel. Stekel is een weekje op vakantie, volgende week weer van de partij. De gast is Bas Wisseling. Bas, je bent van de Next Foundation. Ja. Je hebt een hoop spullen bij je. Ik heb een hoop spullen bij ja, is dat, heeft dat enige, enig verband met de Next Foundation? Een van de dingen die ik mezelf tot doel gesteld heb om uit te leggen wat Next doet. Next is een blockchain die niet gebaseerd is op Bitcoin. Om dat uit te kunnen leggen wat er nou zo bijzonder aan is, moet je eigenlijk nog steeds uitleggen wat is de blockchain nou en waarom is het nou in vredesnaam zo bijzonder. Dat is naar mijn gevoel wat het nooit heel erg goed gedaan. Het was altijd een heel erg technisch verhaal. En ik heb mezelf eigenlijk als uitdaging gesteld vanavond om met behulp van Ferrero Rocher doosjes uit te leggen wat de blockchain is. Laten we daar dan gewoon eens mee gaan beginnen. Simpel, en waarom het bijzonder is. Ja, waarom het bijzonder is. Ja. Een van de dingen de blockchain heeft een aantal eigenschappen die we op dit moment met het vastleggen van transacties die we onderling hebben, die op dit moment niet kunnen zoals de blockchain dat doet. Wat een blockchain heel erg simpel doet, is dat het een antwoord geeft op de vraag hoe je transacties vastlegt op een moment in de tijd en op een manier die niet meer veranderbaar is. En dat is iets wat op dit moment niet goed kan. Kijk, als je nu een banktransactie doet, wordt die ergens vastgelegd in een database. En technisch gesproken zou die dus gewoon veranderd kunnen worden zonder dat jij dat weet. De blockchain maakt het mogelijk dat het onveranderlijk is. Dat je dat ook weet, dat het controleerbaar is, dat het niet veranderbaar is. En dat je daar dus op kunt vertrouwen. Maar nog even daarvoor, ja. even daar blijven. Het systeem wat we nu hebben, we hebben met elkaar afgesproken dat we de banken vertrouwen. Ja. Dus ik twijfel er niet aan of dat wat er op mijn afschrift staat klopt. Klopt. Dus waarom zou ik daar iets anders voor in de plaats willen om te beginnen? Het is en blijft een vertrouwenskwestie. En een van de dingen waar we de afgelopen jaren weer heel erg specifiek bij banken, maar dit gaat niet alleen over banken, maar elke vertrouwensrelatie die je tussen mensen hebt. Het probleem daarmee is, de kruik gaat zo lang te water totdat die breekt. 2008 hebben we meegemaakt dat de kruik op een gigantische manier gebroken is. Bleek dat het vertrouwen dat we hadden, dat niet zo stevig was als we wel zouden willen. Een blockchain maakt het mogelijk om dat vertrouwen niet nodig te hebben. Het maakt het gewoon onmogelijk om überhaupt die transacties anders te doen dan dat is. En dus ook controleerbaar te maken. Want dat is natuurlijk de andere kant. Je kunt ook een blockchain altijd inkijken. En je kunt die transacties bekijken. Dat is één van de dingen. Het gaat mij in dit geval ook niet heel specifiek om puur die banken. Want daar wordt die blockchain discussie ook wel heel erg vaak op gericht. Ja, Bitcoin en blockchain. Juist de organisatie en het systeem waar ik op werk, Next, is veel breder dan banken. Dat gaat niet alleen om financiële transacties. Maar laten we even mee beschrijven. Zodat mensen, als je het straks verder gaat uitleggen, ja, even prima, een klein beetje beeld te hebben. In wat voor soort gevallen, wat voor soort transacties heb je het nu over, waarin die blockchain, in dit geval Next, waardevol is? Ja, dan moet ik eigenlijk nog één stapje teruggaan naar mijn andere dingetje. Maar is het oké als ik even onderbreek op deze manier? Tuurlijk, als je het anders vertelt, moet je het zeggen, hoor. Ik pas hem gewoon even aan. Ja. Wat Bitcoin deed, is dat het transacties deed tussen, wat we zeggen, digitaal geld, muntjes die je heen en weer schuift. Een blockchain is echter veel breder dan dat, want je kunt op een blockchain van alles heen en weer schuiven. Die muntjes die je heen en weer schuift, daar kun je, dat hoeft niet per se geld te zijn. Een van de dingen waar bij Bitcoin, en ik denk terecht, een vraag bijgesteld. Dus waar komt die waarde dan vandaan? Want ook daar is het uiteindelijk een marktwerking en een afspraak. Wat je op die blockchain ook kunt doen, is bijvoorbeeld dat je andere fiches heen en weer gaat schuiven. En op die fiches kun je van alles schrijven wat je maar wil. Ik geloof dat een paar weken geleden hadden jullie Suzanne Tarkovsky hier. En die gaf even simpel het voorbeeld aan van een auto. Dus ik heb op dat moment een muntje dat ik heen kan schuiven en daar staat een A op en dat is een automuntje. En daar kan ik een transactie mee doen. Die transactie die wordt vastgelegd op de blockchain.
op een bepaald moment in de tijd. Dus dat is dadelijk ook een belangrijke. Op die blockchain leg je namelijk dingen vast op een moment in de tijd. Dat gebeurt om 11:53 op die en die dag en dat staat vast. Dat weten we. Juist dat gedeelte met de tijd levert nog weer andere dingen op. Ik kan er bijvoorbeeld ook aangezien dit is een fysiek muntje, maar ik kan op die fiche kan ik ook bijvoorbeeld mijn boek schrijven. Ik kan hier de inhoud van een boek dat ik geschreven heb, kan ik erop zetten, bla 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 bla. Daar maak ik een blockchain transactie van. En die tekst, die ligt in die transactie vast. En ik kan dus vanaf dat moment bewijzen dat ik dat boek, die tekst, op dat moment vastgelegd heb. Dat is iets wat ik vroeger deed. Naar de notaris. Of, nog simpeler, je stuurde het naar jezelf per post. Kwam een stempel op. Of je kon het bij de Belastingdienst, kon je het ook doen. Daar wilden ze ook een stempel zetten. Dat waren de houtje-touwtje-methoden. Zoiets is falsifieerbaar. Ik kan namelijk een nepstempel maken, dat soort dingen. Dus dat is niet helemaal sluitend. Op de blockchain is het gedigitaliseerd, het ligt daar vast en het kan niet meer veranderd worden. Dus op het gebied van IP heb je daar opties liggen. Maar ik heb al geleerd dat alles wat digitaal is gedupliceerd kan worden. Ja. Als je het over IP hebt en als je het over muziek hebt, daar kom ik vandaan. Ik maak een liedje, ik maak een cd. Ja. Die cd is kopieerbaar. En daarna heeft iedereen zeg maar, het origineel. Ja, dus dat het digitaal is niet zeg maar, wat ervoor zorgt dat het... En daar komen we bij de uitleg dus over wat de blockchain zo interessant maakt. Want het gaat hier heel specifiek op dat moment in de tijd dat niet veranderbaar kan zijn. Hè? Dat je niet terug kunt grijpen en zeggen ze van ja, maar hallo, je hebt die database eraan gepast en je hebt daar een andere datum op geplakt. Want dat kan nou heel specifiek niet bij die blockchain. Wat die blockchain namelijk doet is, we hebben hier een blok en je hebt een x-aantal transacties. Even smakelijke transacties op dit moment. En ik heb bijvoorbeeld, die blokken die worden gemaakt en mensen stoppen daar transacties in. En zolang dat blok nog niet door iemand, zeg maar, gesloten is, als het ware, nog niet geproduceerd is, kunnen daar transacties bij komen. En dat kun je ook op al die blok-explorers die je online kunt vinden, kun je er ook zien. Je ziet hem vol lopen. En op een bepaald moment werd zo'n blok, als het ware, afgesloten. En dan wordt er, en dit is belangrijk, dan wordt er als het ware een plaatje van dat specifieke blok gemaakt. En er wordt opgeschreven wat er in dit blok zit. En daar wordt een code voor opgeschreven. Dus ik heb hier code 1. En de tijd. En de tijd. Ja. Dus hier staat een tijd op dit blok. En van dit blok wordt er als het ware een snapshot gemaakt, een foto gemaakt. En die foto, daar wordt een code van gemaakt. Bla, bla, bla. Maakt even niet uit. En die code, die gaat op het volgende blok. Die gaat op dit blok. Dus dit blok, daarvan weet je de volgorde. Ik weet dat dit blok alleen maar na dit blok kan komen. Ik kan het niet zomaar omkeren. Hiervan zal het hele systeem zeggen, bullshit, dat bestaat niet. Hierna komen hier nieuwe transacties in. Dus ik heb hier op dit moment 3 nieuwe transacties en dit blok wordt afgesloten. Daar wordt ook weer een tijd op geplakt. Dus ik weet wanneer het gemaakt is. En daarna beginnen we aan een nieuw blok met een plaatje van deze. Dit wordt een hele interessante. En hier komt een nieuwe tijd op te staan. Wederom, ik weet dat dit blok hierop gebaseerd is en hierop gebaseerd is. Dus het wordt steeds moeilijker, hoe meer blokken ik erachter plaats, om dit blok te gaan veranderen. Want dat blok bepaalt dit blok en dit blok. En als ik dit blok erachter zou zetten, dit blok. En dus hoe langer die blockchain wordt, hoe moeilijker het wordt. Stel dat ik hier een verandering wil doen, waar ik dus bijvoorbeeld mijn IP in heb vastgelegd, om dit blok te veranderen. Want je moet al deze blokken herschrijven om hier een verandering in aan te kunnen brengen. En het gedeelte wat ik constant mis in al die uitleggen over die blockchain, het is leuk om blokjes achter elkaar te zetten, maar op zich maakt het helemaal geen fluit uit of die blokjes achter elkaar staan. Dit gedeelte, dat ze aan elkaar gekoppeld zijn, in de tijd terug op een tijd, dat is hetgene wat we nog niet hadden. Zodat wat hier gebeurd is, invloed heeft op al deze dingen, maar ook terug. Alles wat hierachter komt, maakt Maar in welke gevallen maakt dat dit nu uit? Maak het eens heel concreet naar een transactie, een afspraak met mensen, een verkoop, wat dan ook. Zeg maar. Stel dat ik een contract maak. Ik maak een contract en zet dat op de blockchain.
een belangrijk handelscontract. En dit is een van de voorbeelden die wij op dit moment op Next aan het ontwikkelen zijn. We hebben een start-up in Singapore die handelsdocumenten laat vastleggen op de blockchain. En dat zijn lang niet alle handelsdocumenten, maar dat zijn de cruciale handelsdocumenten voor een bedrijf. Daarvoor moet je gegarandeerd weten dat ze zijn zoals ze zijn. En de blockchain, deze technologie, maakt het mogelijk dat ze niet in de tijd veranderd kunnen worden. En dat je dus weet, op dat moment hebben wij zus en zo afgesproken. En het is ook nog eens een keer op computertijd afgesproken. Dus als het in China en in Europa gedaan wordt, dan weten we dat dat één tijd is. Hè? Dus UTC, dat is Universal Time. Dus dat ligt vast en daar kunnen we tussen ons twee partijen die elkaar misschien helemaal niet kennen, kunnen wij elkaar daarin vertrouwen dat dit vast ligt. En dat is een bewijs waarmee je naar recht, bijvoorbeeld in een arbitragezaak iets aan hebt. Ja. Hey, vraag me dit soort dingen altijd, welk probleem los je op? Hè? Van de Bitcoin, bijvoorbeeld een van de problemen die de Bitcoin overduidelijk oplost, is in landen waar mensen geen creditcards hebben, waar je niet hoge transactiekosten wil betalen voor als geld overgemaakt wordt, et cetera, is de Bitcoin een prachtige oplossing. Hè? Dus dat is een voorbeeld wat je heel duidelijk snapt. Welk probleem los je op? Nou, bijvoorbeeld dat. Ja. Welk probleem lost dit nu op? Want je zegt, hebben we de belasting is of... Maar ervaren wij het als een probleem? Nee, de man op straat zal een heel groot gedeelte van deze dingen niet als probleem ervaren. En daarvoor zie ik dus ook niet noodzakelijkerwijs een gebruiksmiddel. Waar zie je die wel? Wat zijn de belangrijkste gebruiksmiddelen? We hebben het voornamelijk over bedrijven hier. Hè. Die contracten, dat is er eentje waarvan we nu ook zien, daar is echt vraag naar. Gewoon het feit dat je kunt vertrouwen 100% op het feit dat jouw contract zo is zoals het is. Een andere die ook langs aan het komen is diploma's. Heel veel diploma's worden ook digitaal vastgelegd. En dat gebeurt nu op gewone databases. Maar je krijgt de wonderlijke situatie. We weten dit vanuit China. Ik moest er ook wel om grinniken toen ik het hoorde hoor. Daar worden IT-studenten opgeleid, die krijgen een diploma, masters, die krijgen een bachelor diploma in de ICT. En daarmee kunnen ze dan aantonen dat ze bachelor zijn. Wat doen ze? Met hun verkregen kennis hebben een aantal van deze mensen meerdere keren gehackt op hun universiteitscomputers en een bachelor omgezet in een masters bijvoorbeeld. Hogere titel, dus het is onbetrouwbaar geworden, dat systeem. Als je dit soort dingen op een blockchain zet, dan is dat ook weer niet falsifieerbaar. Het is overal opvraagbaar, want ook dit kun je overal ter wereld kun je dit soort dingen voor opvragen. En dit soort contracten, dit soort diploma's zijn dus ook veel betrouwbaarder en waardevoller op dat moment. Denk jij is het belangrijk dat je dit verhaal erbij vertelt? Hè? Je zegt, het gaat over vertrouwen, het gaat over herleidbaarheid, het gaat over transparantie. Als we die drie dingen nu weten, weet ik dan eigenlijk niet genoeg? Of moet je eerst nog met die blockchain vertrouwen opbouwen en is dat de fase waarin je zit? En daarna hoeven we het niet meer te weten. Op een bepaald moment, kijk, het mooiste zou zijn als we op een bepaald moment gewoon met de blockchain werken. Dat we weten dat het werkt en dat het gewoon achter de schermen is. Het is nergens voor nodig om constant erop te blijven hameren dat iets bijzonder is. Want op een bepaald moment wordt het normaal. Zo simpel werkt dat. En hoef je de techniek ook niet te weten, toch? Nee, de meeste mensen zijn ook niet geïnteresseerd in techniek. Zijn erin geïnteresseerd dat straks het geld wat ze op hun rekening hebben gewoon nog hun geld op de rekening is. Het is fijn om extra te weten. Het is veiliger geworden. Dat is de informatie die de meeste mensen zullen weten. Maar bijvoorbeeld ook zoiets als een bankencrisis zoals we die hadden, wordt ook niet opgelost met een blockchain. Zo simpel werkt het ook niet. Er liggen diepere oorzaken daaraan. Maar het is een extra steen in de veiligheid. En dat is een van de dingen waar we wel duidelijk iets mee kunnen. Wat belemmert de acceptatie van de blockchain? Een heel groot gedeelte onbegrip. Het is komisch om te zien. Ik doe dit nu 2,5 jaar en ik ben binnengekomen binnen Next op het hoogtepunt van de onzin rondom Bitcoin, zal ik maar zeggen. En de onzin rondom Bitcoin was voornamelijk de hele discussie vanuit de gevestigde zakenwereld dat Bitcoin voornamelijk een vehikel zou zijn voor criminelen. De wapenverkoop op dat moment was geloof ik net Silk Road. De Silk Road was net opgerold. En
dat was redelijk makkelijk te pareren met te zeggen. En dat kan met baargeld niet. Dat was typisch zoiets. En het ging er heel erg aan voorbij dat er ook heel veel legitieme mogelijkheden... Want inmiddels zijn alle grote banken zijn er ook mee bezig, hè? Ja, zij zijn bezig met een ander soort systeem. Want ze halen wederom één ding weg van wat voor ons heel belangrijk is in een blockchain... is dat het volledig gedecentraliseerd is. De banken centraliseren het systeem weer. En daar zitten hele grote gevaren aan. En wat maakt jullie, wat je zei, we hebben een ander soort, een eigen soort blockchain. Wat is dan straks nog, wat betekent blockchain dan? En waarom hebben jullie, wat voegt er toe wat jullie doen? Wat bij ons toevoegt is, je krijgt nu de rare situatie bij Bitcoin. Als jij dit soort dingen met Bitcoin wil doen, dan moet je een systeem er bovenop bouwen. Dan moet je een derde partij hebben en die derde partij is weer eentje die je moet vertrouwen met jouw gegevens. Waar eigenlijk Bitcoin en de blockchain ervoor bedoeld waren om al die tussenpersonen ertussen uit te halen. Ons systeem doet dit direct. Next handelt direct met dit soort lege fiches. Daar kun je mee doen wat je wil. Het is nog steeds blockchain gebaseerd en het is gedecentraliseerd. Maar je kunt er eigenlijk alles mee wat een blockchain zou moeten doen. En wat ook al bekend was vanaf het begin van Bitcoin, dat Bitcoin blockchain dat best wel kon. We zijn sneller, dat is er ook nog eens eentje. Bitcoin doe je 10 minuten over voordat er een transactie is. Bij ons kan dat veel hoger. We hebben één minuut voor een transactie. En een van de dingen die bij ons heel erg belangrijk is, het is ondertussen bekend dat Bitcoin gigantisch veel energie verbruikt. Hè. Ze hebben een systeem om deze blokken dicht, om te kunnen controleren dat die blokken dicht zijn, dat proof of work heet. Ja. Massieve computerkracht is daarvoor nodig. Die systemen die dat doen, die worden niet voor niets in IJsland en naast de stuwdammen in China neergezet, want die afstand tot de energie moet heel kort zijn. En er zijn, op zijn negatiefst in 2020 schijnen de hoeveelheid energie van Ierland te gaan verbruiken. Om dit hele systeem omhoog te houden. En er zit geen topgrens aan. Dat is een ongelooflijk debiele misser wat mij betreft in de Bitcoin-architectuur. Wij werken met een ander systeem om dit te doen. Waardoor je het zelfs op een mobieltje kunt laten draaien. Dan kun je exact hetzelfde mee doen wat die massacomputers doen. Maar dus het probleem is wel met dit soort dingen. Hè, van jij zegt van wij doen het beter om verschillende redenen. Ja. Hoeveel concurrenten van jullie, hoeveel andere systemen zijn er ook nog bezig op dit moment? Velen. Dus iets gaat alleen maar werken, denk ik. Ja. In dit soort gevallen, als een soort winner-takes-all principe, of kun je heel veel van dit soort dingen ook weer naast elkaar hebben? Ik vermoed dat het juist geen winners, het gaat geen winner-takes-all principe worden. De ene blockchain, onze concurrent, Dambo collega's, het is een klein wereldje, iedereen praat met iedereen. Ja. Elke blockchain lost een ander probleem op. En het is een bekend iets uit technologie. Als je alles probeert te zijn, dat gaat je nooit lukken. Ja. Je kunt geen totale oplossing verzinnen. Dus wij zijn hier heel erg goed. Maar bij betaalmiddel zou je kunnen voorstellen. Misschien is het geen betaalmiddel, maar... Exact, als je daar blijft steken. Als je blijft steken in het idee van dat dit een betaalmiddel zou moeten zijn, dan kom je niet veel verder. Dat is hetgene wat een groot bezwaar is tegen gewoon... Je hebt wel massa nodig. Want dat is ook weer een vorm van vertrouwen. Ik moet het kennen en ik moet het geloven. Ik moet het gezien hebben. Ik moet het je moet het in je handen hebben gehad en gebruikt. Ja, alleen het verhaal is niet genoeg. Dus jullie hebben wel massa nodig. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Hoe groot is dit nu? Op dit moment is het een systeem met een grote groep hobbygebruikers, zullen we maar zeggen. We hebben een aantal bedrijven die, zoals ik zeg, er bovenop bezig zijn. Er zijn een aantal banken zijn ermee bezig op dit moment om met specifiek onze blockchain onderzoek te doen. Op gebruikersgebied zijn we nog heel erg klein. Dat zul je bij de meeste blockchains zoals die er nu zijn, de alternatieve blockchains, zul je dat ook zien. Wij zitten denk ik rond de 2000, tussen de 2000 en 10.000 gebruikers, schat ik zo in, actief.
Er zijn een heleboel mensen die in het begin wel Next hebben opgekocht. En dan, dat is voornamelijk op speculatieve waarde. Ja. En dat is de andere kant van dat de blockchain. Dat is de slechte. Tenminste, vond ik ook eigenlijk. Weet je, als, het, iets kan nooit van blockchain, maar van Bitcoin. Mm-hmm. Iets kan geen betaalmiddel worden als een, als een speculatiemiddel, denk ik. Nee, dat is de cryptocurrency. Want dan moet je heel erg specifiek cryptocurrency als woord gaan gebruiken. Ja. Ik probeer het ook voornamelijk bij blockchain op dit moment te houden, omdat ik dat fundamenteel een andere wereld zie. Maar komt dat ook omdat dat Bitcoin ook een beetje een slechte naam heeft gekregen? Ik denk onterecht hoor. Bitcoin heeft een slechte naam gekregen en daar zijn deels dingen terecht. Maar zij zijn de eerste geweest die dit gedaan hebben. Hè? Dus de pioniersfunctie is niet te onderschatten. Het heeft ze ook heel veel aandacht gegeven. Dat is dan de andere kant. Maar ja, cryptocurrency is een moeilijk woord. Het maakt het gelijk al moeilijk. Hè? Als je gewoon puur kijkt naar hoe breng je iets aan de man, moet je niet een moeilijk woord gaan nemen om het te omschrijven. Ik ben heel blij met blockchain. Ook omdat blockchain het currency gedeelte eraf haalt. Want het is niet alleen maar geld. Je kunt er veel mee. Nee, het gaat uiteindelijk over betrouwbaar vastleggen van afspraken, transacties. Ja, dat is waar het om draait. Ja. Maar goed, dus zoals ik zei, die cryptocurrencies hebben een hele gesplitste wereld. Je hebt mensen die puur speculatief daarin gaan en helemaal geen fluit met de technologie hebben. Die kopen op in de hoop dat het bakken met geld waard wordt. En dat kan ook nog steeds binnen die cryptocurrency-wereld. Hè. We zien munten die swings hebben van, dan worden ze 40 keer zoveel waard. Waar maak je dat mee in je speculatiewereld? Nee. Ik snap wel waarom ze het doen. Het is voor ons heel vervelend. Want wij maken dus inderdaad mee dat die munt, of die eenheid, dat doet. Ja. En dat, zeker als jij... Ik had ooit 1 bitcoin en op de een of andere manier ben ik die toch weer kwijtgeraakt. Wat heb je ermee gedaan? Ja, ik had toen speciaal gevraagd, was een dienst. En die zei van, weet je, om het zeker te zijn, sturen we jou ook nog een soort van een pasje op met een nummer en een ding erop. Ja. Nou, die ben ik ook kwijtgeraakt. Dus ik ben blij dat hij blijft steken steeds nu die 400, wat is het, $400? Hij is aan het stijgen. Ja, dus ik hoop niet dat dat verder stijgt, want ik heb het niet meer terug kunnen. En degene die ik gekocht, dat was failliet inmiddels. Dus, dat zijn weer die tussenpersonen. Ja. Dat blijft, je ziet dat het systeem, het idee dat dit alles gaat zijn, is ook onzin. Het is waar het nu naartoe lijkt te gaan, en hou me te goede, want die dingen gaan zo snel. Wat ik nu vertel en wat wij nu ermee doen, is anders dan we 1,5 jaar geleden als visie hadden. Die visie ontwikkelt zich zo snel, wat je er allemaal mee kan. Dit ziet er op dit moment naar uit dat het een soort onderprotocol wordt voor dingen die er bovenop gebouwd aan het worden zijn. En die zo'n betrouwbare database nodig gaan hebben. En wat voor afspraken, wat voor transacties, wat voor dingen heb jij zelf gedaan? Wat heb jij zelf vastgelegd in de blockchain, in afspraken, in wat je gedaan hebt? Wat ik er mee doe is bijvoorbeeld, we hebben een assethandel, zoals dat heet. Dat zou je kunnen vergelijken met een aandelenhandel op de blockchain. Daar doe ik dingen mee. Wat wij zelf gedaan hebben, wij hebben een ander systeem dat we als crowdfunding methode gebruiken. En een deel van ons kapitaal komt uit een crowdfunding campagne op de blockchain. En alle mensen die in die crowdfunding meegedaan hebben, die hebben daar ook weer tokens van gekregen dat ze daar aan meegedaan hebben. En zij hebben dus ook op die manier invloed op wat wij doen, over hoe ons functioneren is. Dus dan wordt het een vorm van directe democratie. Waar we ook mee bezig zijn, je kunt bij ons stemmen op de blockchain. Dus stemmen kunnen vastgelegd worden, want dat is er eentje waar we nog niet aan toegekomen waren. Je kunt hier dus daadwerkelijk jouw stem over een voorgesteld iets vastleggen. Daar is op dit moment is er een groep uit de Verenigde Staten mee bezig, die in de primaries nu een eerste pilot aan het lopen is in de Verenigde Staten om een schaduw stem te laten doen, zodat de volgende keer dat we zoiets hadden als bij Bush, toen in Florida onduidelijk was hoe die stemming was, die hertellingen moeten handmatig daar. En dat duurt maanden. Tegen die tijd zit de president al lang en breed daar en dan wordt het steeds moeilijker om het te verplaatsen. Nu kunnen ze dat binnen 2 dagen met onze blockchain. Ja. Kunnen ze daarmee naar de rechter stappen en zeggen, op basis van deze gegevens zullen wij een hertelling.
En dan wordt het heel erg interessant. Ja, maar dan moet je dus, hè, dat is voor de uitdaging, hoe ga je die massa krijgen? En tegelijkertijd ook daarvoor. Zij hebben die massa al, dat is het mooie. Wij hebben die massa, in dit geval hebben wij die massa dus niet nodig. Zij hebben die toegang tot die stemmers daar in de VS. Zij gebruiken alleen onze blockchain. Zij integreren de blockchain in hun systemen en die gegevens worden vastgelegd. Ja, ja. Daar komen wij helemaal niet eens bij kijken, dat vind ik het mooie. Dus als, wat is er voor jou, wat zijn de belangrijkste stappen, of wat moet er gebeuren om dit naar een groter niveau te trekken? Er zijn een paar duizend mensen, dat is natuurlijk nog niks. Nee. Dus wat is er voor nodig voor jullie om het 10 of het 100-voudige te bereiken? Wanneer wordt het echt belangrijk? Wanneer gaan andere mensen hiervan merken? Je moet, als we dit zelf zouden moeten doen en zelf mensen moeten gaan benaderen, dat is een onbegonnen taak. Daar hebben we de middelen niet voor. Dus wat wij doen, en daar is de Next Foundation heel specifiek voor opgericht, wij benaderen bedrijven. En wij draaien pilots met bedrijven. We bieden educatie aan bedrijven en we leren ze over wat ze wel en niet kunnen met een blockchain. En daarna gaan we met ze in gesprek om te kijken, oké, gaan we hier, zullen we een pilot hierop draaien? Of in ieder geval een proof of concept voor jullie gaan maken. Op het moment dat een van die dingen echt bruikbaar beta stadium pilot gaat innemen, dan gaan transacties toenemen. Dus je moet het via die bedrijven of via een start-up of via iemand die zeg maar heel direct een gebruikersgroep aanspreekt, zul je het moeten spelen. Bitcoin heeft het voordeel gehad dat zij zeg maar dat eerste netwerkeffect hebben gehad. Dat gaan we niet dupliceren, dat is praktisch onmogelijk, nee. Want het is binnenkomen in een spotkantine en zeggen, ik doe ongeveer hetzelfde, ik doe ook aan voetbal, maar mijn team doet het leuker. Dat is een heel link iets in een voetbalkantine om te doen en dat zie je dus ook op al die fora. Als iemand dat probeert, heb je echt een probleem, ja. Want je wordt gewoon de tent uitgeknokt. En ik kan me best voor, als iemand bij mij zou doen, zou ik ook niet vrolijk worden. Ja. Dus je moet het via een nuttig iets, en bedrijven hebben die kennis wel, wij hebben die kennis op, veel minder. Daarmee moeten we doen. En dat zijn we nu dus ook aan het doen. Wat ik zeg, we draaien pilots op verschillende plekken. En op dit moment zitten we in het onderzoeksstadium nog, zoals iedereen in de blockchain-wereld. Ja, spannend. Blijft de grote uitdaging is natuurlijk van hoe breng ik het naar een groot publiek? En uiteindelijk denk ik dan, is dat hele technisch, hoe het dan werkt, dat hoef jij straks als het goed is niet meer te vertellen. Nee. En dan geloof ik het wel, zoals ik het nu ook gewoon geloof. Daarom is mijn dingetje net ook over, over de verkiezingen. Weet je, ja, daar kan je ook van alles over zeggen, maar ja, ik denk dan zelf als ik dat dingetje in type en ik vertrouw er voorlopig nog op. Zeg maar. Dus ja. Zit voor mij persoonlijk nog te weinig. Er is nog te weinig te winnen, denk ik. Hetgene wat ik Bitcoin-evangelisten heel veel heb zien doen, en ik denk dat dat een hele moeilijke is dat ze eerst gaan uitleggen waarom geld onveilig is en daarna gaan ze uitleggen dat zij het veiliger doen. En nou ja, met stemmen is dat waarschijnlijk ongeveer hetzelfde verhaal. Ja. Dat is inderdaad niet de makkelijkste manier, want mensen willen dat ook niet horen. Ik wil niet horen dat de euro's in mijn portemonnee, dat die helemaal niet veilig zijn en dat dat helemaal... Dat is denk ik ook niet de manier. Wat mijn vermoeden is, wat er echt gaat gebeuren, is er komt iemand, een slimme zakenman of een slimme jongeman of vrouw met een fantastisch plan, waar die blockchain heel erg goed op te passen is met al die dingen die ik net uitgelegd heb. Dus waarschijnlijk een doodsimpel iets en dat gaat ergens tractie krijgen. En of die mensen nou weten dat ze de blockchain uiteindelijk gebruiken, is voor de gebruiker volkomen oninteressant. Ja. Voor degene die daarin gaat investeren is het verschrikkelijk interessant. Maar dat is een hele andere wereld en die twee hebben weinig met elkaar te maken. Ja. Oké, super, dankjewel. We blijven de blockchain volgen en we houden contact. Ja. En we horen graag van je TZT wat dan de stand van zaken is. Hou het in de gaten. Ja, dankjewel. Oké. Jullie bedankt voor het kijken. We danken Streamzilla voor de stream, 2ML voor de hosting, Bier & Co. voor de bieren. Volgende week is Stekel weer van de partij. Dankjewel voor het kijken. Dag! Wat is dit?